Ik denk dat er niemand, geen archeoloog in Nederland is, die zoveel weet van Twente. Hij heeft een enorme praktijkervaring, heel veel opgravingen gedaan, onderzoek. Vanuit zijn jeugd kent hij het landschap al van Twente. En we hebben aan hem gevraagd, wat moeten we nou van die horige erven en van de archeologie van de middeleeuwen van Twente denken? En kan jij daar eens iets meer over vertellen, vanuit het archeologische perspectief? En dat gaat hij nu doen. Ja, dankjewel Theo. Heel veel dingen waar ik het nu over ga hebben, die zijn eigenlijk al ter sprake geweest. Dus heel veel dingen hoef ik eigenlijk niet meer te introduceren. Ik zal eerst even laten zien waar ik het over ga hebben. Ten eerste de stand van zaken van de archeologie. Wat weten we nou? Wat hebben we nou allemaal opgegraven? Hoeveel hebben we opgegraven? Hoe verhoudt zich dat nou tot de 2000 erven die Henk min of meer op de kaart heeft gezet? Daarnaast ga ik iets vertellen en laten zien over wat heeft dat archeologisch onderzoek nou opgeleverd. Wat betreft onze kennis over huizen, erven, maar ook even kort het cultuurlandschap. En daarnaast op verzoek van Theo heb ik een aantal case studies uitgewerkt om te kijken van hoe kunnen we die archeologie nou in verbinding brengen met historische gegevens, met name met de kadasterale minuut van 1832. Eerst even het tijdschema. Dit is gewoon het algemene beeld waar archeologen mee werken. Als we kijken uit welke periodes de meeste historische bronnen zijn, dan is dat eigenlijk maar een heel klein stukje van de middeleeuwen. Dat is met name dus de periode 1250-1500. Daarvoor is er natuurlijk wel iets, maar is dat veel minder. Waar werken wij als archeologen voornamelijk mee? Is dat juist deze periode? Hoe komt dat? In de 13e eeuw ongeveer verandert de bouwwijze van de boerderijen en dan verdwijnen ze eigenlijk uit ons beeld. Voor die tijd worden palen ingegraven in de grond. Na die tijd worden de palen van de boerderijen worden op stiepen geplaatst en dan kunnen we ze als archeoloog heel moeilijk terugvinden. En dus een andere reden is gewoon dat tot voor kort binnen de archeologie ook heel weinig belangstelling was voor die latere periode. Dus er zijn er nog maar heel weinig opgegraven. De stand van zaken in de archeologie, dat illustreer ik even aan de hand van een gebied waar al een paar keer vaker voorbij is gekomen. Dat is het gebied van de stuwwal van het Marsum en de omliggende gebieden. Ik heb voor de oriëntatie heb ik de markengrenzen erop gezet. Als een soort kapstok in het landschap, dat zijn de grote S-complexen. We zien die grotere S-complexen op de stuwwal, daar is gewoon meer ruimte, daar krijg je grotere akkercomplexen en daaromheen de wat kleinschalige gebieden van het Dinkeldal en het bekken van Hengelo onder andere. De middeleeuwse erven heb ik op de kaart gezet. Dit zijn de erven die in het schattingsregister van 1475 vermeld worden. Nou, hoe gaan we daar nou als archeologen mee om? We werken daar al wat langer mee, dat is niet nieuw voor ons. Wat we meestal doen, en dat zie je ook vaak op allerlei kaarten, daar waar we verwachtingen uitspreken van waar we dan middeleeuwse resten kunnen verwachten, trekken we een cirkel om die erven, meestal van een paar honderd meter. En dan zeggen we van nou, de voorgangers van die erven, want die erven die zijn eigenlijk pas, en dat zit ook een beetje in de titel van mijn verhaal, de rechte zaalsteden, die erven die zijn eigenlijk pas aan het einde van de middeleeuwen zijn die vastgelegd. Toen werd gewoon gezegd van nou, als u een nieuwe boerderij bouwt, dan moet dat op de plek van de vorige. Dus de rechte zaalsteden, je mag een boerderij niet meer zomaar verplaatsen. Voor die tijd was dat anders. Voor die tijd zien we regelmatig dat boerderijen regelmatig verplaatst worden. Nou, daarom hebben we die cirkels getrokken. Meestal is het zo dat de huidige boerderijen, of de plek waar ze in 1832 stonden, zeg maar, meestal is binnen een straal van een paar honderd meter daar vandaan, vinden we dus de resten van oudere fases van die boerderijen. Nou, wanneer we nou laten zien van wat we nu allemaal weten van de middeleeuwse Twente. Ik heb nu de oranje stippen, die stipjes die ik er nu bovenop gezet heb, dat zijn eigenlijk de vindplaatsen met resten uit de middeleeuwen in het nationale systeem. We hebben een nationaal systeem archiveerd, daar staan alle archeologische vindplaatsen van Nederland in, voor zover ze bekend zijn. En dat is eigenlijk wat we als archeologen op dit moment aan middeleeuwse vindplaatsen in dit gebied hebben. Dat is dus veel minder. Wanneer we dus uitgaan van die straal van 200 meter, wanneer we ervan uitgaan dat een middeleeuwse boerderij ongeveer een oppervlakte van 2 hectare beslaat, doen we er nog 2 hectare aan voorgangers bij, dan hebben we er voor heel Twente komen we dan op iets van, van 4000 tot 8000 hectare middeleeuwse archeologie. En als je dat zou willen opgraven, dan ben je een kleine 1000 jaar bezig met één opgravingsploeg. Dan komt het ongeveer op neer. Wat hebben we in dit gebied opgegraven? Ja, dat zijn die 2 groene stippen, dus ook in dit gebied hebben we nog heel wat te doen.
En wat dan ook opvalt is met name die stip daar bij Op Marsum. Dat is niet de Hof te Op Marsum, maar dat is bijvoorbeeld een van de boerderijen die niet in de lijsten staat. Dus ik wil er even voor waarschuwen, niet alle boerderijen staan in die lijsten. We zijn er in de loop van de tijd verschillende kwijtgeraakt. En die komen wij dan ook regelmatig tegen met archeologisch onderzoek. Opgravingen. Dit zijn de wat grotere opgravingen tot op heden, waarbij wat meer dan substantiële resten uit de middeleeuwen zijn blootgelegd. Dat zijn er een stuk of 20. Dus van de 2000 erven hebben we er ongeveer een kleine 20 delen daarvan onderzocht. In werkelijkheid zijn het ietsjes meer, maar dat zijn vaak wat kleinere opgravingen. En ik heb hier dan een stuk of 3. 3 stuks, dat is Bornehoefblad, Oldenzaal, Lemslo, de Hoestie en Vaste de Steenbrei, die ik straks terug laat komen in de vorm van een case study. Ondanks het feit dat we er maar weinig hebben opgegraven, hebben we er toch een aantal opgegraven die toch vrij bijzonder blijken te zijn. Even iets meer in detail van wat daar nou gevonden tijdens die opgraving. Laat hier de ontwikkeling van de huizen, de boerderijen zien in de middeleeuwen. Aan de hand van wat boerderijplattegronden uit Twente. Helemaal in beneden, dat zijn de boerderijen uit de Merovingische tijd. Dus pak een beetje de periode tot ongeveer 700 na Christus. Het lijkt allemaal nog heel veel op wat we uit de Romeinse tijd kennen. Een belangrijk verschil is, en dat zien we ook in de loop van de tijd in de ontwikkeling, zien we dus dat de palen die in de boerderij staan, in de prehistorie zien we dat heel veel. En palen die het dak dragen, die in de boerderij staan, die gaan steeds meer naar de buitenkant toe. En op een gegeven moment wordt het dak eigenlijk bijna volledig gedragen door palen die in de wand staan. Dan zien we die bovenste boerderijen. Een andere ontwikkeling is dat die boerderijen een beetje boordvormig worden. We noemen dat boordvormige boerderijen. Is iets wat je met name vanaf de Karolingische tijd en in de Ottoonse tijd en in het begin van de eerste helft van de late middeleeuwen ziet. En dan geleidelijk voordat die boerderijen dus op stiepen gebouwd gaan worden, zien we dat ze wel langzaam rechthoekig vierkant worden. Nou ja, voor de volledigheid heb ik de ontwikkeling van het aardewerk even bijgezet. Nou ja, dat aardewerk is niet zozeer dat wij heel dol zijn op aardewerk als archeologen, maar voor ons is het gewoon een belangrijk dateringsmiddel. We vinden gewoon heel veel aardewerk. En aan de hand van de ontwikkeling van het aardewerk, als we die goed kunnen dateren, zijn we ook in staat om dit soort boerderijplattegronden te dateren. Als andere dateringsmethodes, we kennen ook natuurwetenschappelijke dateringsmethodes, als die niet werken of wanneer we geen materialen hebben om via dus die natuurwetenschappelijke dateringsmethodes te dateren. Een aantal van die boerderijen komt zo nog terug, dus ik ga er niet al te veel over uitweiden. Dus we gaan even kijken naar de erven. Dit is een van de boerderijen die niet in de lijst staat. Dat is Op Marsum Kloostertuin. Het is een boerderij, dit is de kadastrale minuut van Op Marsum. Ik heb daar het opgegraven gebied met de plattegrond van de boerderij ingeplopt. Ik heb hier in wat meer detail. Wat zien we hier? We zien hier de in 1832 gedempte stadsgracht van Op Marsum met een middeleeuws erf. Nou ja, elk een vrij standaard middeleeuws erf, een boerderij, een boordvormige boerderij uit de 12e, 13e eeuw. Met een serie van bijgebouwen, er hoort nog een waterput bij. En we weten uit historische bronnen dat toen Op Marsum versterkt werd, aan het einde van de 14e eeuw, dat de bisschop van Utrecht een aantal erven schonk. En die moesten plaatsmaken voor de vestingwerken van Op Marsum. En waarschijnlijk hebben we hier een van die boerderijen van voorgangen van een van die boerderijen te pakken. Je ziet gewoon die gracht die loopt door het erf in. We weten niet precies waar het latere huis heeft gestaan. En zo'n boerderij verdwijnt. Er komt de gracht wordt gegraven. En waar de bewoners gebleven zijn, waar het erf gebleven zijn, weten we niet. En die boerderij is eigenlijk niet bij naam bekend. Nog een erf waarvan we de naam wel kennen. Dat is hier links de kadastrale minuut uit 1832 ingevuld. Rechts het resultaat van een kleinschalige opgraving in het tracé van een aardgastransportleiding. Dat is het erf Oldemeulen bij de gelijknamige havenzaten. In het weiland voor de havenzaten of voor de plek waar de havenzaten gestaan heeft, kwamen wij een middeleeuwse boerderij tegen. Ook weer een standaard erf. Ik zal het even kijken of ik dat met een muis aan kan geven. We hebben hier dus een deel weer van zo'n boordvormige boerderij uit de late middeleeuwen, zal ik iets van 11e, 12e eeuw, met een waterput en een schuur. Dat is vrij standaard voor die middeleeuwse erf. Als je een eenvoudig middeleeuwse erf hebt, dan heb je meestal een boordvormig huis, een schuur erbij en een waterput.
Bij erven die in de loop van de tijd wat langer bewoond zijn geweest, is ze kennelijk op een gegeven moment verlaten. Zien we een iets ander beeld, hier nog wat meer detail. Dus die boordvormige boerderij, de waterput en een schuur en nog een watergang. Bij erven die dus wat langere tijd bewoond zijn geweest, zoals hier bij erven Beernink en Roelving in Wierden, bij de Huurne, zien we een heel ander beeld. Zien we een heel druk beeld van heel veel plattegronden van boerderijen. Dus al die gekleurde vlekjes, dat zijn palen geweest van boerderijen, van schuren en dergelijke. We zien dus een heel druk beeld van boerderijen en bijgebouwen. Het ligt over elkaar in, dus die boerderijen zijn herhaaldelijk afgebroken, weer opnieuw gebouwd. Die waterputten zijn in ongebruik geraakt en zijn weer opnieuw uitgegraven. En ook hier bij deze boerderij zien we hier helemaal boven in de hoek, zien we nog een grote boerderij uit de 10e of 11e eeuw. En die is hier gevonden. En ook dat is weer een van die boerderijen die we dus niet kennen van historische kaarten. We weten niet welke boerderij dat is. Dus het komt, er zijn dus heel veel boerderijen. Kunnen we dus terug herleiden tot het kaartbeeld van 1832. Maar soms lukt dat dus gewoon niet. Want sommige zijn we gewoon in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Even een paar woorden over het cultuurlandschap. Dus we kunnen middeleeuwse boerderijen kunnen we dus aan de hand van de kadastrale minuut van 1832 kunnen we terugvinden in het huidige cultuurlandschap. Het cultuurlandschap zelf is ook veel ouder dan we op voorhand dachten. Ik laat hier een stukje van de Azelares vlakbij bij knooppunt Buren. Links is gewoon een luchtfoto van het gebied. En dan zien we dus al in een, ik hoop dat het een beetje zichtbaar is, zien we een wat donkere streep, zeg maar, zien we het traceer van de gasleiding. Rechts zien we dus de bonnenkaart van omstreeks 1900 met rode stippen. Dat zijn de erven uit 1475. Wanneer we dat nou bekijken in een gedetailleerd hoogtemodel, dan zien we over die Azelares, zien we dat die Azelares, dat er allemaal ruggetjes dwars overheen liggen. Nou, die ruggen die komen overeen met de percelen op de kadastrale minuut uit 1832. En we kwamen daar doorheen met de gasleiding en wat schetste onze verbazing. Van die ruggen die zien we eigenlijk terug onder een plaggendek, onder het S-dek van 2 meter beginnen die ruggetjes al. En die ruggetjes zijn allemaal van oorsprong, zijn die van allemaal van rond het jaar 1000. Dus wat we daar nog aan de oppervlakte zien onder een plaggendek van 2 meter dik is eigenlijk het cultuurlandschap van 1000 jaar geleden. En dat zien we nu nog aan de oppervlakte. Dus ook in het huidige cultuurlandschap, in de huidige verkavelingen, die gaan dus voor een deel gaan die dus gewoon terug tot ruim 800 jaar, 1000 jaar geleden. Kom ik aan bij mijn case studies. Een van de case studies was Vassen de Steenbrei, een nederzettingsterrein wat we een aantal jaren geleden hebben opgegraven in de uitbreiding van Vassen. De vondsten laten zien dat daar in ieder geval bewoning heeft plaatsgevonden van de 5e tot de 8e eeuw na Christus. De kern van de nederzetting, van waar we dus de plaatjes van gaan zien, is hoofdzakelijk 6e en 7e eeuw. Dus ook een periode waar we in Twente eigenlijk geen historische bronnen van hebben. Dit is de nederzetting. Theo liet hem net ook al een keer zien. Ik zal even aanwijzen. Een hele grote boerderij. Van bijna 40 meter lengte met een palissade die rondloopt. Hier iets van een zaal. Dus wat, zoals wij dat archeologen noemen, in ieder geval een boerderij waar geen palen in staan. Dus een groot open gebouw, een zaal. Misschien een soort centrum voor waar je voor grote bijeenkomsten. En daar nog wat mogelijke poortgebouwen. Een heleboel hutkommen. Dat zijn ook gebouwtjes die een beetje vergelijkbaar zijn met de aardappelkelders die iedereen wel kent. Half ingegraven met een dakje. En dan nog een serie andere boerderijen. Al die gebouwen zijn niet gelijktijdig, dus die hebben niet allemaal tegelijkertijd gestaan. Die grote boerderijen zien we ook al, die palissade die loopt door in die boerderij, dus dat is zeker niet gelijktijdig geweest. Voor een deel misschien zijn dat misschien opvolgers van deze boerderij, maar omdat er dus de gebieden eromheen niet opgegraven zijn, hebben we niet echt een beeld van hoeveel boerderijen daar nou tegelijkertijd gestaan hebben. Maar dat die bijzonder is, dat blijkt ook wel uit de vondsten. Nou, hier nog eventjes, ik zal eerst even iets, zo komt het uit de grond, dus dat het geen abracadabra is wat wij doen, dat kunt u hier zien. Dus dat is, dit is die zaal, en dit is, dit is de kopse kant van die grote boerderij, die krijg je niet op één foto, daar is die veel te groot voor. Bij die nederzetting zaten wat bijzondere vondsten, hier een gouden munt uit Namen, dus dat is
ja, begin 7e eeuw. En hier dan een schotelfibula die we, nou ja, over het algemeen komen die meestal tegen in Noord-Duitsland of in Engeland. Maar ook in de rest van Nederland worden ze ook wel eens gevonden. Hier zien we dus nog een keer die zaal en die grote boerderij. En dan eigenlijk hier dus een aantal parallellen. En dit is een boerderij uit Rijnsburg. En dit is een boerderij uit Noord-Duitsland, uit Oost-Friesland. Dus de parallellen voor die boerderijen in Vassen, of tenminste voor een aantal daarvan, zeg maar, moeten we dus niet in Twente zoeken, maar die zoeken we in het kustgebied. En daar zouden we iets over kunnen zeggen over de herkomst van de bewoners, alhoewel we daar wel voorzichtig mee moeten zijn. Want we hebben niet alleen maar spullen uit het noorden, zeg maar dus komt ook bijvoorbeeld een deel van het aardewerk komt uit het Duitse Rijnland, is gewoon vol Frankisch. Dus ik wil hier niet meer zeggen dat het dan Saksisch is. Maar dus het is wel opmerkelijk dat het verder geen Oost-Nederlandse type boerderijen zijn. Waar ligt die nederzetting de steenbrei in het historische landschap? Zien we dus daar dus ten noorden van Vassen. Dus mooi in die strook, in die strook met oude bouwlanden, Essen die van Vassen naar Banden loopt. Nou ja, dit gebied, daar gaan we zo in detail wat naar kijken. Krijgen we hier de kadastrale minuut. Ik moet even aanwijzen, de markengrens tussen Vassen en Manden. Dat is hier, ik heb er twee kaartbaren aan elkaar geplakt. De donkere, dat is Vassen, nee Manden. En dit iets lichtere deel is Vassen. En die grens die loopt dus hier ongeveer. Nou, waar ligt nou die nederzetting die we opgegraven hebben? Die ligt daar precies in die knik van de markengrens. Ik moet zeggen dat, nou ja, ik was op verzoek van Theo was ik begonnen te puzzelen. Ik dacht van, nou ja, ik kan het een en ander op kaart zetten. En dan kan ik altijd zeggen, ja, het is niet gelukt. Ik heb moeite gedaan, maar tot mijn grote verbazing kwam er van alles uit wat ik zelf niet verwacht had. Dit zijn de middeleeuwse erven in die omgeving. Dus we hebben ook twee clustertjes van boerderijen. Het meest noordelijke clustertje, dat is de zoeken van Mander. Er ligt een aantal erven waarvan er twee, dus Masselink en Kortink, in bezit waren van Stift Werden. Die anderen die komen vanuit andere eigenaren, Amsink. En op een gegeven moment komen ze bijna allemaal in het bezit van Stift Weerslo. Dat is ook een van de redenen waarom het cultuurlandschap daar nog zo gaaf is. En dat je dus aan de verspreiding van de percelen van die boerderij, dat gaan we zo zien, kunt zien dat heel ver teruggaat. Vassen is een iets ander beeld. In deze tijd, 1832, zijn die boerderijen die zijn al voor een deel, zijn al in delen verkocht. Dus daar is het beeld wat minder scherp. Ik laat even zien. Ik heb daar stipjes op de kaart gezet. Elke kleur stip hoort bij een van die boerderijen. Wat als eerste opvalt is dat ze elkaar bijna uitsluiten. Hè. De boeren uit Vassen hebben bijna geen grond in Mander en andersom. Boeren uit Mander hebben wel wat grond in Vassen, maar maar dat is niet heel erg veel. Wat verder opvalt is dat die boeren met name in de zoeken van Manden zien we dus dat die dus heel erg met elkaar optrekken. Hè, ook bij nieuwe ontginningen. Hier zien we dus dat hier dus een heel rij tritsje met kleurtjes. Zie je dus dat er een aantal van die boerderijen zijn die daar kennelijk gezamenlijk een blok hebben ontgonnen. Dat keurig verdeeld hebben. En dan in strookjes verdeeld hebben. Wat hier opvalt is dat de markengrens die staat op de latere kaarten staat hier aangegeven. Zien we eigenlijk dat het bezit van die twee markes, buurtschappen is misschien beter om te zeggen, dat eigenlijk die nederzetting in tweeën gedeeld wordt. De ene helft ligt in Vassen, de andere helft ligt in Mander. Dus dat is heel opvallend. Het lijkt er een beetje op alsof dus die middeleeuwse, het gebied van die voormalige middeleeuwse nederzetting, dat die in twee delen is verdeeld. Een deel ging naar het zuiden, een deel ging naar het noorden. En een deel daarvan, dat is vrijwel zeker, was in het bezit van klooster Werden. Ik heb hier, wat ik er nou bij opgezet heb, dat is de zogenaamde Masselink-tient. Dus dat zijn gegevens die heb ik uit Henksen, zijn boerderijenboek gehaald. Masselink was naast Kortink, zoals ik al zei, was in het bezit van klooster Werden. Nu is het probleem van de Masselinken is, in Vassen en Manden is dat er drie Masselinken zijn. Eentje ligt in Vassen, eentje ligt in Manden. En dan ligt er nog eentje in Manden die verdwenen is, maar die hoorden we bij degene in Vassen. Dus om het ingewikkeld te maken, maar die kunnen we dus lokaliseren aan de hand van die Masselink-tient. Dus er werd over een deel van die percelen nog een tiende betaald. En die kunnen we terugleiden naar het erf Masselink in de Zoeken. Dat waren niet die complete percelen, maar je kunt zien dat de vorm van die percelen een beetje vreemd is soms. Zoals hier bijvoorbeeld.
En dat lijkt erop alsof daar dus die percelen van Maslink verkocht zijn of in ieder geval of gegeven zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval samengevoegd zijn met percelen van deze boerderijen. En dan valt hierop zeg maar dat dus dat hele blok ook mooi samenvalt met de nederzetting. Dus waarschijnlijk kunnen we hier dus, als dat dus klopt, hè, dat we dus kunnen zeggen van nou, dat is dus een deel van die nederzetting die we opgegraven, die is, of de complete nederzetting, dat weten we niet, die is op een gegeven moment geschonken aan het eind van de 8e eeuw aan Ludger, die daarna klooster Werden heeft gesticht. Dan zou het dus kunnen betekenen dat we dus via dus deze data dus gewoon terug kunnen komen richting de 6e eeuw. Dus dat zou wel heel bijzonder zijn. Dus dat sluit elkaar bijna uit. Twee buurtschappen in tweeën gedeeld. Eén stuk naar het zuiden, één stuk naar het noorden. Het noordelijke deel is nog heel erg intact gebleven. Omdat het in de hand van kloosters is gebleven. Dus ook al heel aardig die veldnaam, de Steenbrei. Die komen we terug in de ligger van klooster Weerslo. Al ook ergens midden 16e eeuw. Dus die veldnaam die is ook al heel erg oud. Het is misschien wel leuk om te vermelden dat Masselink in Vassen en Masselink in Mander alle twee volgewaard waren. En die zijn pas in 1768 door Weerden verkocht. Ja. Ja, dan moet ik er misschien nog wel bij vertellen dat we niet zeker weten of dus die vroegmiddeleeuwse boerderijen of erven, of dat dus of we dat op dezelfde manier moeten zien als de laatmiddeleeuwse erven. Het kan ook zijn dat die vroegmiddeleeuwse vermeldingen van Werden, dat dus betrekking heeft op veel grotere nederzettingen. Dus dat komt wel eens voor, bijvoorbeeld in Brabant zien we dat ook in sommige delen, dat bijvoorbeeld 4 erven 1 erf worden in de late middeleeuwen, of dat er gewoon een aantal verdwijnen. Een volgend erf, en iets later in de tijd, waar ik het over wil hebben, dat is een gebied waar ik het over wil hebben, dat is Bornestroom-S. Bij het Hoefblad is daar in de jaren 80 door amateurarcheologen van de AWN Twente een nederzetting uit de 8e eeuw opgegraven. Was wellicht bekend. Dat is dus onder andere de plek waar dus het graf is gevonden van de ridder van Borne, waarvan de spullen hier in de tentoonstelling liggen. En ja, het graf van de ridder lag hier, dus daar gaan we zo nog wat van zien. En dit is dan het nederzettingsterrein in blauw, een aantal waterputten, een aantal boerderijen die over elkaar heen liggen en allemaal losse palen en dergelijke onderdelen van bijgebouwen. Hier wat van de spullen en de boerderijen. Hier zien we dus een aantal van die boerderijen. Die zitten allemaal laat in de 8e eeuw, begin in de 9e eeuw. Bijgebouwen, kleine schuurtjes, schuurtjes om graan in op te slaan, hooimijten. En dit is dan het zwaard en de vleugellans en de ruitensporen van de ridder. Dat is rond 800, dat zijn munten van Karel de Grote. Dus dat is, hier nog wat andere vondsten, een bronzen armband en dan nog een houten emmetje en wat aardewerk. Die ridder... Wat dat precies voor iemand is geweest, dat weten we niet. Er is wel eens van gezegd, in de eerste publicaties komen we tegen dat het, om een vikingzwaard zou gaan. Dat is niet waar. De vikingen kochten hun zwaarden van de Franken. Dus die hadden inderdaad dezelfde zwaarden, maar die kochten ze bij dezelfde winkel als de ridder van Borne waarschijnlijk. Dus gewoon dus gewoon, de Franken konden één ding heel goed en dat was het maken van zwaarden. Dus de Saksen, Vikingen, Franken en zo, die vochten allemaal met dezelfde zwaarden. Dus in die zin is dat niet een hele belangrijke aanduiding. Hier iets over de plek van de nederzetting in het historische landschap. Dus het Essengebied van Hertmen, ten noorden van Borne. Dit is het gebied waar we wat nader naar gaan kijken. Dus de kadastrale minuut van een deel van Hertmen. Hier zien we dus dat L-vormpje, dat is dan de opgraving. De sterretje is een plek waar ook boerderijen uit de middeleeuwen zijn opgegraven. Laat ik hier even rusten.
Dit zijn de middeleeuwse erven in dit gebied. Grotenhuis, Engbrink, Misdorp, Berteling en Stroomboer. Hier hebben we het bezit van die boerderijen op de kadastrale minuut van 1832. Stroomboer was eigenlijk een domeingoed van de proostes van het stift Essen. Is dus duidelijk vroeg middeleeuws. Ergens in de vroege middeleeuwen is dat erf geschonken aan het stift Essen. Stroomboer zou van oorsprong groter zijn geweest, maar in de 18e eeuw zijn al deze percelen zijn verkocht aan burgers uit Borne. En dat zie je dus in 1832, zie je dus allerlei barbiers, herbergiers uit Borne, allerlei winkeliers die hier dus hun akkertjes hebben liggen. Oorspronkelijk zal dat hier vandaan komen. Dus we hebben hier van Stroomboer hebben we dus een groot blok wat dan ligt tegenover Misdorp, wat in de late middeleeuwen het is al hier eerder te sprake gekomen, onder de Hof te Delden. De bisschop van Utrecht krijgt de Hof te Delden, die krijgt hij van klooster Busdorf in Paderborn. Busdorf heeft het weer gekregen van bisschop Mijnwerk van Paderborn en dan zijn we weer beland bij de Oost-Nederlandse adel, want dat was, ik meen, een zoon van Balderik en Adela, geloof ik. Dus dat zijn dus vooral in Gelderland bekende figuren. Die dus tot de oude Oost-Nederlandse adel behoren. Dus ook met dit erf zeg maar, gaan we linea recta terug naar de vroege middeleeuwen. En hebben we hier in het noorden hebben we nog Grotenhuis. En Grotenhuis was weer bezit van Werden. Dus wat we hier zien is een vroeg middeleeuwse nederzetting uit de Karolingische tijd. Met een bijzonder graf. Met een graf van een edelman. Ik denk dat we hem zo wel kunnen noemen. En dat ligt in een gebied waar je dus een heel duidelijk blok met vroeg middeleeuws bezit hebt. En dan hebben we nog Engbrink en Berteling, en dat zijn latere erven. Dat zijn tenminste, op het moment dat we het weten, zijn dat lenen van de bisschop van Utrecht. Maar het is niet helemaal duidelijk waar dan die lenen oorspronkelijk vandaan komen. Dus ook hier lukt het dus gewoon om met vroeg middeleeuwse archeologische data dat ergens aan een historisch verhaal te hangen. Hoe dat precies verloopt, of dit nou de voorganger is van Misdorp, of dat dit de voorganger is van zowel Misdorp, Stroomboer als Groothuis, dat weten we niet. Er is natuurlijk maar een klein stukje van die nederzetting opgegraven. Hij zou een stukje groter geweest kunnen zijn. Een andere boerderij waar ik iets over wil zeggen is Lemslo de Hoestie. Een nederzetting uit de 11e en 12e eeuw. Ik ga direct naar de volgende dia, dus dan kunnen we zien wat daar allemaal gevonden is. Bijzonder aan deze nederzetting is de naam, dus de Hoestie. Dus dat is eigenlijk we hadden een perceel met de naam de Hoestie, we waren bezig met verkennend onderzoek. En dan verwacht je niet dat je daar, als je daar aan een gat graaft, dat er dan een nederzetting tevoorschijn komt, en toch gebeurde het. En dat kunnen we dus verklaren. Deze nederzetting, en dat zal ik zo nog in wat meer detail aantonen, is vermoedelijk de voorganger van de hoofdhof van het kapittel van Oldenzaal, Hendrik Man. En het perceel de Hoestie, dat hoorde in 1832 in ieder geval nog bij R.F. Hendrik Man. En dit soort percelen, de Hoestie namen, ik heb er ooit een keer een artikeltje over geschreven in het inscreen, die komen we vaker tegen en vooral bij die domeinerven. In het midden van de 16e eeuw zijn in al die liggers zijn ook heel veel veldnamen vastgelegd. Eigenlijk is dat een soort oerkadaster. Dus elk zijn een soort kadastrale nummers, maar dan in de vorm van veldnamen. En op het moment dat die erven dan eind 18e eeuw verkocht worden, dan zie je nog steeds dezelfde veldnamen terugkomen. Dus je zou eigenlijk aan de hand van die veldnamen, wanneer die veldnamen de 16e eeuw op de kaart zou kunnen brengen, dus kun je daar dus een 16e eeuwse laag van veldnamen zou je er gewoon aan toe kunnen voegen. Hier is het in ieder geval gelukt en er zijn meer voorbeelden. Ik geloof bij de Hof te Usselo ligt ook een perceel de Hoestie. En toen daar de A35 aangelegd werd, kwamen daar ook middeleeuwse bewoningssporen tevoorschijn. Even iets over die nederzetting. Wat we zien zijn twee boerderijen. Twee grote boerderijen. Ook een boerderij van bijna 30 meter of ruim 30 meter. Hier is een opvolger, iets later in de tijd, met waterputten erbij. En wat waarschijnlijk zou kunnen pleiten voor een functie als hof is een heleboel schuren. Meer schuren dan we normaal gesproken verwachten op een middeleeuws erf. Dit erf is een kleine 150 jaar in gebruik geweest, zeg maar ongeveer van 1000 tot 1150. En dan vinden we allemaal schuren. Dit zijn allemaal plattegronden van schuren. Dit zijn de twee die overlappen en hier nog één. Dus het kan heel goed zijn dat die boeren, dus de boeren van het kapittel, al heel vroeg al in die tijd hun pacht in natura daar naartoe moesten brengen, hun afdrachten. En die werden daar tijdelijk opgeslagen voordat ze naar Oldenzaal werden gebracht.
naar het kapittel. Hier nog even wat plaatjes uit de opgraving. Dus, nou ja, hier zien we dus hoe dat dan gaat, zo'n opgraving. Hier zien we dus die waterputten. Hier in wat meer detail, die zijn niet heel erg diep. Het grondwaterpeil was vrij hoog. En wat typisch is voor Twente en anders dan bijvoorbeeld andere delen van Overijssel en Oost-Nederland, is dat ze in Twente vierkante waterputten bouwden en elders hebben ze waterputten van boomstammen, uitgeholde boomstammen. Dit zijn hele nette planken in pen-gatverbinding. Ziet er heel mooi uit als je zoiets vindt. Vaak zijn dat ook bouwonderdelen van boerderijen of van wagens of iets dergelijks die hergebruikt zijn. Wat je hier dan ziet, zie je dus dat dit is de kuil waarin de put is gegraven. En deze kuil, ja, daar zie je, wat doen we dat, een uitgraafkuil. Dus op een gegeven moment werd uitgegraven, er werd nog uitgehaald waar ze bij konden. Dus dit was waarschijnlijk te diep of het grondwaterpeil stond te hoog. Nou, dat wordt eruit gegraven, dan een tweede kuil en dan gooien ze hem dicht. Want zo'n gat kon je niet loslaten op een erf. Hier zien we nog iets van die boerderij. Hier nog een aantal schuren, een beetje de verhouding. Dat is 10 meter, aantal schuren. En dan die twee boerderijen. En hier dan nog een keer de opgraving. Dit is dan het beeld. Waar ligt die hoest hier dan? Dat erve Hendriksman, of Hendrikman, dat ligt hier. Dit is de hoest hier. Dat is ook onderdeel van een hele serie met kleine kampjes. Hier langs dat beekdal. En in rode stippen weer de boerderijen uit 1475 in de marken Lemslo. En Hendriksman is daar er één van. Dit is het gebied waar we wat in meer detail naar gaan kijken. De kadastrale minuut met al die erven. Hier dus de plek van de hoestie. En dan daar dus, en ze zijn niet ver uit de buurt, maar dat zijn dus vondsten uit de Karolingische tijd. Niet opgegraven, maar een keer gevonden in een in ontgronding. Dus kunnen we ervan uitgaan dat hier dus een vroeg middeleeuwse kern zit. Alhoewel we daar verder niet veel van weten, want er zijn alleen maar een paar scherven gevonden. De erven, Hammes, Boerricht, Hendrikman, Stegeman en Wolbert, zijn bijna allemaal ooit in het bezit geweest van de bisschop van Utrecht. Een deel is een bisschoppelijk domeinerf, ik meen Stegeman, zelfs een bodengoed. En dan bijvoorbeeld Hams en Hendrikman waren geloof ik bezit van het kapittel van Oldenzaal, die dat waarschijnlijk ook weer ooit van de bisschop heeft gekregen. Boerrichten weten we heel weinig van. Staat eigenlijk als alloriaal, als eigen in de boeken. Of dat altijd zo geweest is, durf ik niet te zeggen. Hier het goederenbezit. Nou, dan zien we heel duidelijk dat dat perceel, de hoest, dat dus in 1832 op grond ligt van Hendrikman. Hendrikman ligt eigenlijk helemaal vervlochten met boerrichten. Dus het zou kunnen zijn dat dat misschien ooit eens een keer gesplitst is, dat het één erf is geweest. En dan zien we hier die blokken van die andere boerderijen. En dan zien we ook hier weer, dus als we dus een boerderij opgraven, kunnen we dus met historische gegevens, dus wanneer we het kadaster van 1832 kunnen koppelen aan oudere historische gegevens, lukt het heel vaak om dan, zo'n archeologische opgraving, in ieder geval hetgeen wat er opgegraven is, de boerderijen, de sporen, te koppelen aan iets uit de historische bron. En dan kunnen we met die archeologische data kunnen we dus een stuk verder terug de tijd in. Voor die opgraving Hendrikman kan ik nog wel zeggen, eigenlijk behalve de schuren zie je dus aan de materiële cultuur, dus het aardewerk en dergelijke, zien we eigenlijk weinig verschil met een normale Twentse boerderij. Het is verder niet overdreven luxe. Maar dat is het bij de Twentse middeleeuwse boerderij is dat zelden. Dus er zit wel wat materiaal bij wat wij dan importaardewerk noemen. Dat komt dan uit het Duitse Rijnland. Maar dat is niet overdreven veel en dat duidt eigenlijk niet op een hele luxe huishouden. Dat is eigenlijk gewoon een normale boer, maar hij heeft een hoffunctie. En er is nou eigenlijk tijd voor vragen, dus daar wil ik het bij laten. Fascinerend, omdat je nou die horige erven nog verder terug in de tijd ziet. Hè? Want ik vond vooral die hele oude voorbeelden van de 7e eeuw, 6e, 7e. Hè? Je ziet eigenlijk dat er dus al een aristocratie is, een rijke elite laag die er is voordat die Franken komen. En waar dingen overgedragen worden of veroverd. Dat is fantastisch. Dus je gaat nog verder terug in de tijd met die horige erven. En zullen ze niet allemaal zijn, het zal allemaal ontwikkeld zijn, maar er zitten hele mooie voorbeelden. Daarom is het ook zo ongelooflijk waardevol dat archeologen en historici en geografen met elkaar samenwerken. Wie wil hier een vraag over stellen? Ja, een vraag. Is er met je onderzoek iets gevonden van de Kelten? Ik ben in Noord-Portugal geweest, Galicië. Daar kwamen allerlei uitdrukkingen tegen die je in Twente ook tegenkwam. Ga
graanopslagplaat, Celtisch spicula. Waterloop, isula, IJssel. Kijk, dat is in de archeologie heel lastig om bepaalde stammen te gaan aanwijzen. Hè. Ik bedoel, wat wij vinden, kijk, als we Kelten praten over de ijzertijd. Kijk, het is zo dat we voor de komst van de Romeinen, dan zien wij dus bepaalde connecties wel. Bijvoorbeeld bij Enschede bent, hebben wij aardewerk. Bij Usselo bijvoorbeeld hebben we aardewerk gevonden. Wat vergelijkbaar is met wat we bijvoorbeeld in Brabant vinden. Dus daar zit, voor die tijd zien we dus heel duidelijk dat er een bepaalde invloed is vanuit het zuiden. Dus dat zou je eventueel Keltisch kunnen noemen, maar in Twente wonen geen Kelten. Dus als je echt voor de Kelten moet je echt naar Zuid-Duitsland, in Noord-Frankrijk en op een gegeven moment... Nee. Daar hebben wij geen enkele aanwijzing voor. Wat je wel hebt, nu er toch Friezen in de zaal zijn, wat we wel zien... Wat we wel zien is bijvoorbeeld in het begin van de Romeinse tijd zien we dus hier wel Friese aardewerk. En we zien bijvoorbeeld ook in die Karolingische tijd zien we dus ook Friese invloeden in de boerderijbouw. Meestal is dat geen goed teken, want nadat we Friese aardewerk zien bijvoorbeeld in Borne, zeg maar, kregen we de Romeinen, die kregen we op ons dak. En toen, nadat we ze in Vassen zagen, zeg maar, kregen we de Franken op ons dak. Dus wat dat betreft... is dat misschien niet zo'n heel goed teken, maar voor Keltische dingen, wij hebben wel eens wat Keltische spullen, maar het echte Kelten die zitten toch echt in Zuid-Duitsland, Midden-Duitsland, Noord-Frankrijk, rond de Moezel. Maar we hebben wel Keltische spullen, maar we zijn geen Kelten, nee. Nou, het is wel, daar moet ik toch nog een klein iets aan toevoegen. Het is wel zo dat de naamkundigen, de etymologen, die hebben in Brabant en in Limburg een hele reeks plaatsnamen waarvan ze... Ik mag dit blijkbaar niet zeggen. Ja, dit is beter. Waarin de erkende taalwetenschappen van zeggen dat dat echt Keltische namen zijn. Dat wil niet zeggen dat daar Kelten wonen, maar wel dat er Keltische invloeden zijn. En volgens mij is dat ook in de archeologie van Zuid-Nederland zo. Dus we zitten ergens tussen Zuid-Duitsland en Twente in. Ja. Maar in Zuid-Nederland zijn wel degelijk Keltische invloeden, maar misschien geen Kelten. Ja. Wie heeft toch een vraag? Ja. Als heb je een parkeerplaats De Paal. En daar heb ik, men zegt dat daar Kelten gezeten hebben. Ja, dat klopt. Nou nee, dat is het bekende vorstengraf van Os. Hè, wat daar, en die grafheuvelgroepen die daar liggen. En daar zitten ook wel invloeden in. Ja. Maar dat wil nog niet. Ja, het is heel moeilijk wat Huub zegt. Is om natuurlijk om daar een bevolkingsstam aan te koppelen. Hè. Dat zie je niet aan je materiële cultuur. We hebben natuurlijk spullen uit Zuid-Duitsland, we hebben spullen uit Keltisch gebied. We hebben bijvoorbeeld ook glazen armbanden, die komen hier ook af en toe voor, die zijn Keltisch. Alleen het punt is, van heel veel van u hebben hier een Japanse auto, maar dat wil niet zeggen dat u Japaner bent. Ik bedoel, dat is gewoon, dus wat dat betreft, dus dat is gewoon het hele punt hè, met dat soort dingen. Dus er waren handelscontacten, er zijn voorbeelden bekend van, ook onderzoek aan skeletten van mensen. Dus dat kun je zien aan isotopen die dus geboren zijn in Zuid-Duitsland, ergens in Beieren. Die trouwen met iemand in Denemarken, die zijn nog een keer terug geweest in Zuid-Duitsland, gaan daar weer terug in naar Denemarken om daar begraven te worden. Dus de mobiliteit was heel groot in die tijd. Dus het is niet zo dat die mensen op één plek zaten, die is veel groter dan wij ons op dit moment kunnen voorstellen. Dus in de handelscontacten en contacten die waren er, en die glazen armbandjes, die duiden waarschijnlijk gewoon op huwelijkspartners die gehaald worden. Dus er is een Keltische vrouw die trouwt met iemand in Saasveld. En daar komt dus, op die manier komt daar dus een glazen armband terecht. Wel Keltische meiden, ja. Dan gaan we naar de volgende lezer. Huub, ontzettend bedankt voor dit prachtige verhaal.